Ik vroeg net aan Ferdy, die zometeen met Wouter hieruit gaat vertellen. Ik zei, moet ik dat nou een presentatie noemen wat je gaat zeggen? Ga je plaatjes laten zien? Toen zeiden, ja, zeg maar dat het een show is. Ja, dat vind ik ook niet zo netjes. Dus er zijn hier twee ontzettende professionals die jullie mee willen nemen in hun beleving van hun ja, professionele zoektocht naar informatie en deling. En die ook wel echt er prat op gaan om het een beetje sprankelend te maken en een beetje anders te doen dan anders. Dus er komen geen slides, maar er komt een show, joh. Echt niet normaal. Hey, Ferdy Timmermans, Wouter Mugge, heren, het podium. Ja, dankjewel. Ja, deze aankondiging legt de lat hoog. Nee, prima. Maar gaan we gewoon doen. Precies. Ja, STOA, kennisinstelling. Maar ja, dan is natuurlijk de kennisinfrastructuur ook heel erg belangrijk. Absoluut. En dat vonden we bij PIW ook trouwens. Dat vonden we jaren geleden al bij PIW. Want toen is er al eens iets gemaakt wat heette een kennisatlas. In 2017 is mede door mijn voorganger als secretaris van het PIW-programma de kennisatlas waterkering ontwikkeld in 2017. Hartstikke mooi pdfje, is gemaakt. Maar ja, nieuwe generatie, hè? Wil wat anders. Ik zag net, je hoort de generatie Alpha al op de deur. Ja, ze waren precies op tijd. Ja, want we hebben iets nieuws gemaakt. Kijk, de afgelopen twee jaar kon dit niet. En dat was natuurlijk super jammer, want een van de pijlers van het PIW-programma is ontmoeten. Dat is dat we met elkaar kunnen netwerken, met elkaar kunnen spreken. Nou, net al een fantastisch mooie presentatie over de kennis bij Limburg, hoe je asset management mooi kan toepassen. Kijk, dat soort dingen willen we met elkaar delen. Moet je elkaar wel kunnen vinden. En dat gaat natuurlijk achter een beeldscherm. Nou, het gaat. Maar ja, kan beter. Kan beter. Nou, we hebben gedacht, laten we die tijd die we dan hebben gebruiken om daar iets voor te ontwikkelen. Ik zeg we, maar eigenlijk is dat ontwikkelwerk door andere mensen gedaan. Door Marlies van Rhee en Renske Meijers van de Stoutgroep. En nu is het tijd, hè, net als met, want die kennisatlas, als je de actieve volgers van onze berichten op LinkedIn en zo, dus in de social media, die hebben misschien al gezien dat die er al is. Maar het is een beetje vergelijkbaar met zo'n brug. Die wordt al gebruikt, daar kunnen auto's al overheen. Maar ja, dan komt er een moment dat je zegt van ja, nu moet er even een minister of iets dergelijks, precies, een belangrijk iemand komen om een lintje door te knippen. Lintje doorknippen, vet goed idee. Nou, dat gaan we dus doen. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat er iemand in de zaal zit, of misschien wel meerdere mensen in de zaal, die zeggen ja, een lintje doorknippen. Dat lijkt mij nou echt heel erg leuk om dat een keer te doen. Altijd al een keer willen doen. Dat heb ik altijd al eens een keertje willen doen. Dit dus is je kans. Kom, gewoon, dit is echt je kans. Ja, zag ik daar een vinger of niet? Nee? Ja, Ludolf, dan denk ik ja, toch dat jij het bent. Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Je was er al bang voor. Ja, maar je moet toch af en toe even op zo'n podium staan om een beetje daaraan te blijven wennen. Kijk eens even. Een kussen. Buik in. Nou, heel goed. Daar heb jij toch helemaal geen last van. De schaar, die ga ik nu aan jou geven. En dan verzoek ik jou dus om 3, 2, 1 te zeggen en dan knip te doen. Ja. En dat lintje dan door te knippen. Denk je dat gaat lukken? Ja. Nee, de kussen hou ik wel vast. Ja. 3, 2, 1, knip. Kijk. Ja. Ja. Nog niet weglopen, Ludolf, want weet je wat ze dan ook vaak doen? Dan knippen ze voor die hoogwaardigheidsbekleder zoiets af en dat stoppen ze dan bijvoorbeeld in diens revers. Nou, nu mag je weer gaan zitten. Dankjewel voor dit magistrale optreden. Nou, als je dus de kennisatlas opzoekt, dan tref je dit en zien jullie het. Het is geen gewone ordinaire foto. Nee, er zit bewegend beeld achter. Tenminste, het begint eventjes. Hè. Het is een drone die een seconde of 10, 20... TikTok, leuk. Ja. Wie zei dat? Heel goed. Van de X-generatie, ja. Herkent iemand overigens waar dit is? Lent. Heel goed. Nou zou ik jullie willen vragen, want ik laat er zo nog een paar zien. Hou eventjes, ik zou nog een paar keer vragen, waar is dit?
En het zou heel leuk zijn als we aan het einde 1 of 2 of 3 mensen hebben die echt diep filmpjes die we laten zien ook echt allemaal kunnen duiden. Ik heb hier een speakbriefje, want anders zou ik het niet allemaal precies weten. Maar Lent, dat was in ieder geval goed. Zeker. Maar goed, wat kun je nou eigenlijk op deze kennisatlas? Want daar gaat het natuurlijk om. Misschien is het goed om eventjes helemaal naar boven te gaan, operator. Die heet ook Patrick. Ja, klik daar eens op en klik dan eens op bijvoorbeeld het ten geleide. Ja, dus ik doe het nu even voor, hè. En dan kun je een beetje naar beneden scrollen. Nou, dan zien we bijvoorbeeld het woord van de 2 directeuren die verantwoordelijk zijn voor het PIW-programma. De directeur van Rijkswaterstaat en onze eigen Joost Bunsma van STOA. En die hebben hier een krachtig, zoals dat eigenlijk altijd gebeurt bij STOA-rapporten, een krachtig statement als het ten geleide geformuleerd. Laten we maar weer gauw naar boven gaan. En dan bijvoorbeeld klikken ze aan. Oh, dan kunnen we hier trouwens ook even vragen. Waar is dit? Ja, je moet me wel even corrigeren. Even weer kijken of iedereen weet waar dit is, inderdaad. Ja. Wie durft er wat te roepen? Afsluitdijk. Afsluitdijk. Nee. Fout. Wie hoor ik dat daar zeggen? Brouwersdam? Ja, dat is hem. Brouwersdam. Dus je, had je net ook Lent goed of niet? Ja. Nou, 2 punten. Dat is ook goed. Laten we dan nu even gaan naar bij nog over de kennisatlas. Voor wie is de kennisatlas? Voor wie hebben we hem gemaakt? Ja. Ja, ook weer een stukje tekst als je naar beneden scrollt eigenlijk. Hè? Dat kun je allemaal lekker in je vrije tijd opzoeken. Ja. Het gaat er eventjes om waar dit is natuurlijk weer. Helpen een beetje in de oostelijke helft. Kampen, heel goed. Ja, hartstikke goed. Zo. Punt gescoord. Wie hadden het er goed? Behalve hij? Een paar mensen. Nou, we doen een beroep op eerlijkheid. Maar ja, dat doen we in de sector wel vaker. Ook met peer reviews. Vertrouwen hebben we in elkaar. Open met elkaar zijn. Maar hou even bij hoeveel je er goed gescoord hebt. Laten we nou eens even naar register kijken. Want dan gaan we het even serieus. Dan zie je dus daar een aantal... De levenscyclus eigenlijk van de dijk hebben we daar weergegeven. En dat is eigenlijk de basisinhoud van de kennisatlas waterkeringen. Want er zijn in Nederland nogal wat clubjes, werkgroepjes, gremia die zich met waterveiligheid en het beheer van de waterkering bezighouden. En die komen dus eigenlijk allemaal terug op deze website. Als je op beheer, onderhoud en calamiteit klikt bijvoorbeeld. Nou. Weer even een plaatje. Even. Waar is dit? Deventer. Puntje, lekker. Ja. En als je dan naar beneden scrolt, dan zie je hier op alfabetische volgorde zie je alle clubjes voorbij komen die zich hiermee bezighouden in Nederland. Goed, hè? Ja. En dit is dus ook geactualiseerd ten opzichte van de kennisatlas die er was in 2017. Want ja, goed, hè, generaties komen, generaties gaan, hebben we net ook weer geleerd. Dus hè, er verandert nogal wat. De tijd in de gaten houden, ja. Ja, en als je dan bijvoorbeeld op eentje klikt, maakt even niet zoveel uit. Ja, nou, bijvoorbeeld die. Kijk het dan. Je ziet dus niet alleen welke groepen en activiteiten er dus onder dat... dit was beheer en onderhoud, geloof ik. Ja, in de crisis. En nu hebben we even doorgeklikt naar een van de subgroepen daaronder. En dan zie je dat je zelfs kunt doorklikken gelijk naar de website... als zo'n groep zo'n website heeft. Ja, gaan we weer even terug. Ga nog maar even naar home toe, trouwens. Hè, dat is weer helemaal het begin. Want daar zie je diezelfde indeling, die live, die gele vlekken daar aan de linkerkant. Dus klik maar eens bijvoorbeeld op ontwerpen, aanleggen en versterken. Kijk. He, dus dit is een andere ietsje, op deze manier is het net even anders vormgegeven, maar het is hetzelfde. Klik eens op hoogwaterbescherming HWBP communities. Nou, heel wat. Klik eens op contractmanagers, de 2e bijvoorbeeld. Nou, stel dat je daar een vraag hebt of contact mee wil zoeken. Je vindt de website, je vindt degene die erachter zit. Ja, en het mooie aan een website is, ten opzichte van een PDF natuurlijk, is je kan het super makkelijk bijwerken. En daarvoor heb je dus ook knop, hè? Je ziet hier iets van, oh dat klopt niet, of ik ben Jeroen Koopman. Maar ik doe dit allemaal al lang niet meer. Dan kan je dus een wijzigingsverzoek indienen. Die komt dan binnen bij de beheerders van de website. Nou, die nemen dan even contact met je op als dat nodig is. En dan worden zo de contactgegevens direct aangepast en geactualiseerd. Ja, nou ja, dat kan ook inderdaad via deze pagina gewoon zelf. Ja. Even je naam, e-mail, telefoonnummer, klik op verzend. En zo houden we met geregeld. Elkaar actueel.
Goed, hè? Eens even kijken, hebben we nu zo'n beetje alles laten zien? Nee, natuurlijk niet. We gaan nog eens even naar home, Patrick, als ik vragen mag. Dankjewel. Ja, typ daar onderin, in die blauwe balk, gewoon eens even een woord in. Laten we zeggen, dijk of zo. Kijk, dan zie je dus welke units er op deze, of onder deze pagina zitten, waar dat woordje dijk in voorkomt. Ondertussen zien we weer dat filmpje, dat is weer Lent. Hè? Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld de bovenste, het netwerk dijkbeheerders. Nou, mensen, kan jullie vertellen, die hebben afgelopen dinsdag een geweldig evenement gehad. Ook dat netwerk is weer helemaal gerevitaliseerd. En aan het einde van die dag stonden al die mannen en vrouwen echt te trappelen om weer aan het werk te gaan. En je zag dat Jaap, die hier overigens ook aanwezig is, ik zie hem op dit moment zitten, dat die dus de secretaris is. Dus heb je nou ooit een vraag eraan, dan kun je een mailtje aan Jaap sturen, de secretaris, en dan zorgt hij dat het op de goede plek komt. Ja. Nou, zullen we nog één filmpje doen? Ja, toetsen en beoordelen. Die hebben we volgens mij nog niet. Oké, even nee, de schelen, ja. Tweede van boven. Dan verandert hij helemaal niet. Nee, maar kennis en kunde. Doe die eens even, kennis en kunde platform. Heel groot platform. 450 mensen, hè, ongeveer bij aangesloten. Nou, laten we doen vakgroep geotechniek. Nou, dat is Wing Hong Mong. En op deze manier kun je dat vinden. Als je op website klikt, doe dat maar eventjes. Dan komen we bij de KKP-website uit. Kennis en kunde platform. Ja. Nou, ik denk voor dit moment korte impressie. Ja. Dankjewel. Heren, dankjewel.